Chantal Velbrief, jij bent de eigenaresse van het eerste en enige kattencafé van Leiden. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat klopt. Ja, echt super. Ja. Ja. Vandaag voor het eerst open? Nee, ik heb wel proef gedraaid 4 dagen. Dit is de officiële opening vandaag. Ja. Hoe gaat het? Ja, onwijs goed. De gasten zijn blij, de katjes die vinden het geweldig. Het had gewoon echt niet beter gekund. Dit is een bijzonder stukje Haarlemmerstraat. Het ging hier eigenlijk niet zo goed, hè? En toen dacht jij van, daar spring ik in dat gat. Ja, zeker. Centrum Management die had me daar ook bij ondersteund. En toen bleek dus dat er horeca toegelaten ging worden. En toen ben ik er eigenlijk gewoon gelijk voor gegaan en er bovenop gezeten. En daardoor heb ik gewoon nu dit prachtige pand. Waarom dacht je een kattencafé? Want het komt uit China, hè, geloof ik. Ja, klopt. Maar die combinatie van dieren, horeca, maatschappelijk stukje, dat was voor mij echt gewoon dat ik dacht, ja, dit wil ik. Wat vind je van het idee, kattencafé? Ja, leuk. Ik ben wel vaker naar kattencafé geweest, maar mijn moeder niet. Dus ja. En hoe is deze dan vergeleken bij anderen? Eigenlijk hetzelfde. Het is heel huiselijk. Kattencafé, ja, het moet toch een beetje huiskamer zijn. Het is het huis van de katten eigenlijk, dus dan... Je bent eigenlijk te gast bij de katten. Katten zijn de baas, zoals altijd. Ja, zeker. Wat vind je zo leuk aan het kattencafé? Nou, dat er heel veel katten zijn en dat je er lekker mee kan knuffelen. Ze zijn wel makkelijk, hè? Ja. Hoeveel hebben er al bij jou gelegen? Volgens mij 3, 4. En waar komen ze vandaan? Ze komen uit Kreta, uit een opvang daar. En zijn alle 8 eigenlijk geselecteerd door die opvang. Dat je geschikte katten hebt voor een kattencafé eigenlijk. Want wat maakt een geschikte kat? Voor een kattencafé is dat eigenlijk een sociale kat. Ze moeten natuurlijk met elkaar vriendjes zijn. Ze moeten van kinderen houden. Dat eigenlijk. Ja. Nou, zijn er natuurlijk in Leiden ook een hoop katten die wel een thuis zouden willen hebben. Ja. Waarom heb je ze niet uit asiel gehaald? Ja, zeker. Ik ben wel bij het asiel geweest, maar omdat er natuurlijk toch best wel een pakketje zit aan zo'n kat. En ja, best wel dingetjes waar ze aan moeten voldoen. En op dat moment waren ze eigenlijk niet in het asiel. Dus toen ben ik eigenlijk verder gaan kijken, toen ben ik in Kreta uitgekomen. Ja, en dat was eigenlijk gelijk zo'n goed gevoel dat ik dacht van, waarom niet? Heb je het een beetje naar je zin met de katten? Ik heb het heerlijk naar mijn zin hier. Ja, katten zijn liefst, zeg maar, een lust in mijn leven. Ben je kattenliefhebber? Ja, ik heb er 4 thuis. Dus, okay. En hier zitten de 8 rond. Dus nee, het is echt een leuk café is het. Het is ook best hip, hè, geloof ik, een kattencafé. Ja, ja. Maar in Leiden is het wel laat eigenlijk, vind ik, voor Leiden. Waar ligt het aan dat het zo hip is? Ik denk studenten kunnen geen huisdieren krijgen of van de huisbaas of iets anders. Ja, en ik denk dat het ook leuk is voor kinderen om te leren hoe ze met dieren om kunnen gaan.